Welkom terug, mensen. Wij zijn aangekomen in Parijs. En we gaan hier op zoek. Waar gingen we naar op zoek? In Parijs? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik ook niet. Hier ligt wel een flyer, die ga ik meenemen. Ja. This might prove useful at some point. Precies. Nicolas Flamel. Oh ja, want dat was een artiest. A beautiful depiction of Flamel in Timmy's Homestead. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Olmsted, huh? Nice, familiar ring to it. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ga ik de ledger bekijken? That's a lot of book right there. Ja, dat is wel. Met een handje kunnen we dus die gedachten vinden. Ja. Niks. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. Kan ik nog een sleutel hier aan de muur? Kitchen hallway, daar kan ik niet in. Laat op de bel drukken. Oh. Misschien is er een receptionist. Ja, het is een oude man. Good evening. Good evening, monsieur. My name is Serge and I'm the concierge here. How may I help you? Serge de concierge. It's quite the weather we're having out there. Oh, yes. A freakster. They call it the Herbert. Taking the entire world by us. Well, by storm. Wel bijzonder, die mannen receptionist is in Frankrijk. En voordat wij iets hebben gezegd, ons begroet in het Engels. Ja. Paris is still beautiful in the storm, though. I wholeheartedly agree, monsieur. She's the prettiest, no matter the weather. No matter the weather. Hij is een rijmelarij, meneer. Rue de Montmorency 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. Really? I'm sorry. Nou, ik heb een sleutel, zie je toch? Well, yes, yes, everything. You seem to hesitate there. Is there maybe one you're holding on to for somebody? Monsieur is very inquisitive. Dat zijn we zeker. Ja, Monkey Island referentie. In Monkey Island 1 kom je een blinde man tegen. En dan zeg jij, I'm Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. En dan zegt de blinde man, you look more like a flooring inspector. Oké. Okay. Ja. I'm here to check the plumbing for any leaks. Surely you just, they have been checked last month. They remain just as horrible, leaky and unfixable as ever. Oh, right. Gewoon gewoon alle opties. I'm a flooring inspector. Came here to look into a certain apartment. Floor issues, you understand. Structural integrity. Monsieur, permit or license? Those are obsolete. Everything's digital nowadays. A flimsy excuse if I've ever heard one. My interests are scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicolas Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. May I see that apartment? I'm afraid not, sir. As you well guessed, it is being held onto. Held onto, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Does the name Olmsted ring a bell, Mr. Serge? I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soup on the stove and I must tend to it. Au revoir. Oké, okay, hij gaat er vandoor. We kunnen die kitchen hallway niet in. Portrait of Elderly Woman. Kijk of daar iets over te zeggen is. Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! Must be the missus. Dan kunnen we oppakken. Dat no, thanks. Okay. She's taken. And I got Cornelia. Ja, ik dacht, misschien kunnen we dat informatie krijgen daar vandaan. Ancient communication device. Een telefoon. Leuk. Mr. Watson, come here. I want to see you. Dus we weten nu dat er een vrouw is, dat er een Mr. Watson is. I don't think I'm getting any calls here. Misschien is dat relevant. Hier is een lichtknop. Kunnen we niks mee? Stairs. Is daar nog wat informatie te krijgen? This way, this way. So good to have you again. Oké. We kunnen niet de stairs. You can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Oké. Oké. We hebben toch weer die man nodig, denk ik. Ja, denk Ancient dat. Inscription. Nee. Hic habitat Flamilus.
That did not help. Nee, dat betekent, hier is het huis van Flammen. No use for this troglodyte. Oké, nou hebben we hier alles gezien. Kitchen hallway, is daar wat uithalen? Nee. Get nothing here. Nee. Kunnen we daar in? Nah, it's private. Oké. Nou, misschien kunnen we nieuwe dingen zeggen nu we weten wie zijn vrouw is. En Watson. Hij komt wel netjes terug, weet je man. I think we got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Monsieur. Makes no difference. I cannot show you the apartment and that is final. Dit is nieuw. Mm-hmm. I can pay handsomely. It is not a question of finances. It is about loyalty and respect. Overrated concepts in today's dog-eat-dog world. Perhaps, but I choose to hang on them all the same, Jeune homme. Loyalty to whom, Mr. Olmstev? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now, if you'll excuse me... Misschien kan ik nog gewoon Parijs in. Daar lijkt het niet op. Darkness. Nee, moet hier iets gebeuren. Darkness is hier. Daar vinden we niks. Nothing that way. Nah, that's not the right direction. Oké. Doen we iets anders met een boek? Heb je daar alles al van... The Ledger? Oh, nee, ik had alleen het handje. That's the concierge's prerogative. Not everything's gone digital, I guess. Okay. I find that strangely comforting. Kan ik even met spatie kijken, want een fishing hook ligt hier. Kijk eens. Een fishing hook. Kun je die sleutel mee vissen? Nee, die sleutel is geen clickable item. Jammer. Nu heb ik alleen een fishing hook en een fly. That would result in something positively useless. En dat hebben we verder. Bell, ledger. Nee, verder hebben we alles gezien. Mm-hmm. Een hoek, bell. In de ledger, of in het portret. Misschien het portret openscheuren, of hoe moet ik het zien? Nah, it's hooked into the wall already. Ik weet niet waarom je op zo'n horloge kijkt. I'm not going anywhere near Serge's old lady. Misschien kunnen we... foto I'm not vervangen. Going anywhere near Serge's old lady. Same guy. Same guy. Oké, hey, dat kan ik oppakken, dat betreft. I'm not holding that around. We kunnen dat niet oppakken, dat betreft. It's an old, old portrait of, I guess, that Flamel fella. En nog maar eens een keer bellen dan. Ja. Kijken wat we nog meer voor praatopties hebben. We hebben nu een fishing hook gevonden, waar we niks meer kunnen. Ah, it's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup in the other way around. My point is, I'm a busy man. And we might help. Soup. Soup? There are more important things than soup. You are technically correct, but it is too late in the evening for roast, even in Paris. I just wanted to come clean. It's Olmstead who sent me. I was just testing you before. Oh, really? Okay. I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. Spare the fact that you know his name does not mean you represent him or are even his friend. You have the right to your opinion. And the right to ignore your apartment visiting insistences. I'm here for the thing Mr. Olmstead left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Let me think. Something that only he and I would know. All right. Could you perhaps tell me, Mr. Ketype. Mr. Ketype, do you know what his nickname for me was? That only he and I knew. And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and hand you the key to Flamel's room. Ooh. Nee, dat kunnen we niet vinden. Maar dan moeten we dan waarschijnlijk hierbij... bij dat ding vinden. I
I don't recall right now. Yeah. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Not for now, I guess. Okay, we gaan met onze skills. Kills. A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmstead, huh? Nee, ja, dat wel goed. Dat wist. Er komt niks vandaan. No resonance. Wat voor naam kwam er op de stairs? Hebben we dat... This way. So good to have you again. Is het niet bij die vrouw? Nee, dan hoorden we de naam van die vrouw. Oh, Serge! Oh, yeah. So... Now get cracking! Want hier zei hij iets van Watson. Mr. Watson, come here. I want to see you. I don't think I'm getting any calls here. Die ledger, daar kwamen we niet uit. That's a lot of book right there. Oh, misschien kun je hem iets met die vis haken, trouwens. Oh, wow! Dat hebben we nog niet geprobeerd. Dat kan ook niet. Ik kan hier niet mijn... Wil hier dat oog op gebruiken, zeg maar. Picked up this fishing hook. Don't ask me why. I'm not sure either. Het moet wel een functie hebben. Ja. En er komt ook niks uit. Get nothing here. Het informatiebord, die ancient inscription. Oh, dat was de betekenis. Habitat, Flamilus. Ja. Ja, dat did not help. Stairs hebben we gehad. En alles gaat volgens mij. Ja. Ben ik nou gek? Darkness. Nee. Nothing that way. We zullen iets moeten, of met die haak, of met dat portret. Nah, that's not the right direction. Hello, yep. Darkness, my old friend. Been a while since I've seen one of these. Dus hier worden we niet veel wijzer van. Want we kunnen ook niet ons informatiehandje op hem gebruiken, omdat hij wegloopt direct. Same guy. Ja, dat had ik gezien. Hè. Kunnen we dit in de ledger komen? It's not a bookmark. Ja. Hierachter kunnen we niet komen. En die haak. Not a smart place to put a hook in. Nee, dat is wel. Die pijl komt ook niks uit. No resonance. I'm sorry, I can't read ancient-ish. Ancient-ish. That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. Ja, wat kon er nog meer tegen hem zeggen? Gaat hij ook zo staan? Ja, en dan wordt zijn hoofd in één keer op zijn sokken. Oh no, do you not have anything better to do with your time than torture me, Mr. Kitaiba? Nee. May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guestbook. I have been keeping it for more than 30 years now. Sure. So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Doesn't this lobby elicit any historical enthusiasm in you? Alright, I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. Alright. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, it's a fountain pen, made to look like a quill. Is the feather real? A quite real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write? I, Donald R. Kitaiba. Yes? Of sound body and mind. Of sound body. We gaan hier een testament opstellen. Yes. Yeah.
hereby declare this, Maar daarna kunnen we waarschijnlijk wel iets met het boek, omdat hij er iets bij gedacht heeft. Yes. That, through circumstances that were hard to predict. Bon Dieu, is there more? Oh, I've only just begun. I am a visitor to these strange Francophone lands. Yes? And as it shall be known forthwith. In the name of all that is sacred, is there more? For in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions are obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Je viens, je viens. Kijk. Ja, ja, lekker. Daar zit een geheugending aan. Voor zijn vrouw. Voor die This is for you, Papillon. Kijk. Papillon. Oh, monsieur Homestead. Kijk. We zijn eruit. You're too kind. We zijn eruit. Papillon. As Mac Viper says, never touch another man's pen. Het klinkt als een goede tip. Nou, kom, Papillon, we weten het antwoord. Kom. I might have known it was you. What is it now? I remembered what Olmsted used to call you. It was Papillon. A con but boy in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmsted of my everlasting devotion and friendship. I'll be sure to do that. Thanks. Waar is die sleutel dan? Ik heb geen. How do you remember Olmsted? Oh, a very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance? Appearance? Funny. Now that you mention it, I'm having a hard time recollecting his visage. Dat zei die andere, die Barnabas ook, hè? Yes, maybe. But I'm an old man, and my memory is foggy about a lot of things. Yeah, that would explain it. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Anything for Monsieur Olmsted. Kunnen we gewoon lopen? Ja, blijkbaar. Oh, dit is een mooie kamer. Pentagram. Bijzonder. Hier ligt weer een dingetje. Strange dust. Goede ervaringen met zand. Ja, Azoftu. Ja, Angaku. Ja, zie, Nibo. Met ezels is dit, denk ik. Ja. Oké. Not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? And does. Een gekke beeld. Hier kun je het in een ancient armoire. Geen informatie. Kan die open? A big vertical crack in it lets me know it's empty. Big vertical crack. Pentagram. Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Oké, ik kan ook gelijk dat ding niet meer aanklikken. Oh, die dingen wel. 2, 3, 4, 5, 1. Daar moeten we iets mee vinden, denk ik. Hier is ook strange dust. Maar dat is hetzelfde. Ja. Oh. Paris. We moeten dus de volgorde vinden van die kaarsen, denk ik. Rotting books. Lekker. Surviving books. They're no use to anybody anymore. In surviving books? There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Order is capital, zei hij. These particular books had somehow survived. They seem to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. Kijk eens. Okay. Alphabetical order. Ja, als ik iets random aanklik, wat krijg ik dan? Hier staat ook een teken bij. Inquisitores. Dit staat onderstreept.
Inquisitores. Oh, kijk. Dat is één. Oh. Ah. Order as capital. We moeten iets met capital, hoofdletters. Denk ik, als we die eens pakken. Capital, capital. Oh, wacht eens. Dit staat op... Ik heb ook een andere gepakt. Ik heb een idee. Mm-hmm. Inquisitoren is ook het eerste woord van de zin. Ze zou op één kunnen staan. Maar dan, ja, we hebben 15 boeken, worden hier niet veel wijzer uit. Nee, Magnum. Ik denk dat we meer moeten weten. Ik denk het ook. Wat kunnen we nog meer zien hier in deze omgeving? We zien nog Paris, de Surviving Books konden we aanklikken, Rotting Books niet. Wat kunnen we zien in Parijs zelf? Ah, Paris, the city of lights. More like lightning now. Hmm. Geen informatie. What a cacophony. Too many damned people. Er liggen nog briefjes voor die kaars. Ik kan kijken naar die kaars. I. Or the Roman numeral for 3. Know this seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Order is capital. Wat zegt hij bij 3? Wat zegt hij dan bij 2? Know this seeker. Book order. Ja. Praten met de kaars. Exam. Nothing. 2, exam. Of zegt hij daar ook hetzelfde bij elke kaars? Prioratus. Prioratus, 1. Nothing. Zijn dat de woorden die wij net hebben ingevoerd? Dat denk ik. I don't know what to say. Kijk, we hebben daar woorden neergezet. Oh ja, daar hebben we... Ja, ja, ja. Ja. Order is capital. Het woord order, dat de eerste met een O moet beginnen misschien. En dan enzovoorts. Maar waarom order. Zijn er dan 15 boeken? Dan zeg je dat... Ik ga gewoon op zoek naar een woord met een O. Een hoofdletter, als dat er is. Mm-hmm. Occidente. Een 2, een woord met een R. Ja, ik snap het, ja. Zeker. Onderstraal. Fenestram. Nee, sepulchrum. Quo, qua, R. Concilium. Nee. Random klikken. Er zit ongelooflijk. Ongetwijfeld hier een logica in die we nog niet hebben ontdekt. Daar zat de R in. Of de D. Mm-hmm. Ik kan hier niet een R in ontdekken. Nee. Dus dat is het niet. Nee. Order is capital. Order is capital. Daar worden we niet wijzer van. Toch? Ik denk nou. Maar we kunnen kijken of 1 nu goed is. Dat kunnen we wel alvast doen. Oh ja. Occidente. Nee. Nothing. Nee. Occidente. Strange Dust hebben we. Verder hebben we hier ook niks in. 1, 2, 3. Strange Dust. Surviving Books. Armoire. Nee. Ja. Nee, we moeten echt met die boeken komen. The die order is capital. There's a certain sequence I need to follow. Ja, dat snap ik. Surviving books. Just the 5 words underlined. Nee, inderdaad. Order is capital. It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first class ticket to Napsville. Population Z's. It's a flyer. It's also zegt hij hetzelfde. Dan nog iets met de H.
Hier ergens? No use here. Rotting boek. Nee, het enige wat we kunnen is iets met die boeken. Mm-hmm. Maar wat? There is something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Capital about these titles. Ja, reflected in the knowledge within. Als we hier kijken, Culto Est in Tenebris. C-E-I-T. Wie zit daar dan in? Exomilione, E-O. Begint ook met een E. Ah. Dus we moeten misschien kijken welke... Wacht heel even. Nee, laat maar. Nee. Welke titel overeenkomt met het eerste woord ook. Dus hier hebben we, dit boek heet Ex Oblivione en het begint ook met een E. Dat bedoel ik. En Veles begint met een D, dat zou dan niet kloppen. Dan zou ik hier, de E is de E. I, M. I, E. Kijk of aan vijf boeken komen. Nee. In laten we, nee. In nomine urbis. In de naam van de stad. Oh, oh. Waar waren we? Linksom. Ja. Polaris. Nee, ook niet. Misschien moet ik verder kijken. Sepulchre. Wow. Terribilis. FC, niks. Fastification. Nee. Hier is het derde woord. Daar is mee kunnen. Die Occident, dat was ook het tweede woord. Op plaats 2. Mm-hmm. Plaats 4. Hebben we nog. Nee, we hebben geen woord met 5 titels, dus dat komt sowieso niet uit. Nee. Het muur is in. We hebben ook die E. En die P van Preteribus. We hebben geen titel met 5 woorden, hè? Nee. Nee, dat hebben we niet. Even kijken of deze eerste goed is. Oh ja. Et. Nothing. Nee. Hij maakt een aantekening. I keep getting the words wrong. Maybe there's a clue on the titles. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat er een clue in de titles moet zitten. Wat staat hier dan in? Ik word hier niet wijzer van. Ik ook niet. Misschien moet de titel van het boek, dat die woorden in alfabetische volgorde moeten staan. C-E-I-T. Ja. Maar die was al fout, hadden we gezien. Ja. Voor plaats 1. Toch? Mhm. Dus niet in alfabetische volgorde. Ja, dan hebben we die woorden... Boeken met één woord schiet dan ook niet op. We hebben 4 boeken met één woord. Nee. Ik word hier niet wijzer van. Mm-hmm.
We missen iets. Order is capital. Dat is de enige hint die we overal gekregen hebben. Order is capital. Order is capital, ja. Als je iets wil met het woord orde, is dit is het enige boek waar een hoofdletter O op staat, van orde. Maar het is ook het enige boek waar een hoofdletter R op staat. Maar we hebben wel twee woorden hier. Misschien moeten we dan niet met Occidente beginnen, maar met Herberti. D, hoofdletter D, is dat alleen op dit boek? Staat op deze twee boeken. Het en Exhaan. De R staat weer alleen maar hier. Kun je elk woord maar één keer gebruiken. Order is capital. Kan die boek ook niet verschuiven? Nee. We hebben hier Herberti op één gezet. Herberti. Nothing. Moeten we beneden nog iets vinden misschien? Die man moeten vragen naar die boeken? Is dat nog een idee? Misschien weet hij iets. Ja, dat bedoel ik. Meneer, help ons, wij snappen het niet. Is Flamel's, thing still up there? Is thing, Mr. Ketaip? Oh, come on, Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmstev was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. How do you remember all and stuff? What is it that endeared you so to Olmstev, Mr. Serge? He's, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. Really? I suppose it is a bit strange, but I'm an old man. Yeah, okay. Olmstein sends his regards. Olmstein? I mean Olmstev. Silly me. Thank you for delivering his message. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bother at all. Kunnen we nog iets anders van Monsieur Olmstev geschreven hebben? Ja, misschien. Nee. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. Ben? As Mac Viper says, never touch another man's pen. Kan natuurlijk dezelfde informatie als we dit doen. This is for you, Papillon. Oh, Monsieur Olmstev. It's beautiful. You are too kind. Ja, we hebben echt alles gedaan wat we kunnen doen hier beneden. We hebben dat vreemde stof. Onze flyer in no de stof use here. Onze haak. No use here. Oppikken. No hooking necessary. A really old, really crooked armoire. Looks just as dreary as any other town in a thunderstorm. What is this?
Ja. Seems redundant. Don't want to hug him. Don't want to hug him. Achter komen. Kijken naar de kaart. Staat er iets op? V, or the Roman numeral for 5. IV, or the Roman numeral for 4. Het is voor noobs uitleg. Ja. Et. Nothing. Ja, dan gaat hij weer zeggen, we doen het fout. The surviving book. The erase alphabetically. Ja, dat had ik ook nog gevonden. Ja, dat, zover waren we al. Zover waren we al, ja. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Ja. Wat een hint ook. Ja, al die boeken staan op alfabet. Oh mijn god, ik denk dat ik het weet. Ja? Yeah. Misschien, of niet. Even kijken. Ja, ik denk dat ik het weet. Nou, nu ga je let op, zeg. Let op! Ik. Let op! Let op! Let je op? Ja, ik let op. Oh, ik zie het! Wat zie je? Ja, de letters. De staan voor de cijfers. Dat is inderdaad mijn gedachte. Katos. I had chosen the book starting with an I. Kijk. The first word in the sentence. Ja. I was onto something. Ja. Oh. Magnum. Nothing. Hey. Wat? Oké, dat is een ander woord. Oh, wacht. Ander woord. Oh, tweede woord, derde woord, vierde woord, vijfde woord. Ja, dat was letter 2, tweede woord. Cijfer 3, derde woord. Kat is S. Draconi. De kat is duivels. Oeh. Ah, leuk. Oeh. Vierde woord. Hij is duivels in. Vijfde woord. Finem. Uiteindelijk. Dus de kat blijkt duivels te zijn, uiteindelijk. Is dat het antwoord? De kat. I had chosen the book starting with an I. Dat gewoon uiteindelijk de hele plan is dat die kat evil is. Zou dat het zijn? Est. Draconi. Dat vind ik zo. Nooit vertrouwen die kat. Nee. In. Maar het is ons wel gelukt uiteindelijk op eigen kracht. Dit is een ladder. Boy, yo, dat had ik niet verwacht. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Laten we hem gebruiken, de ladder. Laten we eerst even luisteren naar de ladder. This way, Seeker. Oh. Ja. Nou, oké. Okay. Dan doen we dat. Bijzonder appartement hebben ze daar. Ja, een klok is dit. Een bijzonder altaarachtige kist. Container. Dat is ook echt de enige waar ik iets mee kan. Junk. Container. Laten we even luisteren naar de container. Flamilus necessarium est. Nee, die man is er noodzakelijk. There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. Oké, okay, een lockpick met een haakje. No visible opening to slip this into. Oké, okay, niet lockpick met een haakje. I'll be damned. That's gotta be what I'm looking for. The container of Constance, as it were. Container of Constance. Hier ligt niks, hier ligt niks, hier ligt niks. Naar beneden, ja, ik ben genoeg beneden geweest. Paris. Junk. Daar is, kijk. Geen informatie. No resonance. Dit is een spiegel, lijkt het. No need for it. Flamulus is nodig. Als we nou die foto van Flamulus erop gooien. Just apply flamel. Kijk. Hey, it worked. Page.
Ecce strattera. Ecce strattera. Huh, a solitary page. Looks like it was torn out of a book. No shit. All right, let's see what this says. Huh, interesting. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. What's stopping? Hey, chapter 5. Oh ja, weten we nog niet wat er staat. Wat een verrassing. Oi, oi, oi. Buzz is hier. What's the buzz? Transylvania. Ugh, not having phone signal or internet sucks so bad. Rare occurrence like that helps us any. Sure, it took a lot to get from Bucharest to this Forum Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kitty, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. Who is it? You will, of course, understand my apprehension and distrust of this place. Me being a black cat and everything? It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace. Right behind you. Is dat een hint? Let's find peace right behind you? Mm-hmm. Hey. Maar we zijn wel binnengekomen, dus daarmee hebben we chapter Paris afgerond. En het duurde even, maar uiteindelijk heeft ons gezamenlijke inzicht... Het gebeurde weer, hè? Ik zei let op en ik was 3 boeken verder en je had het ook door. Ja. Dus we gaan deze video afronden en dan zien we jullie weer in het volgende avontuur, Transylvania. Zeker. Doei. Joep.